moet me toch inhouden om dat dansje te beginnen doen. Alhoewel het zal gênant zijn, want ik ken het dansje niet helemaal meer. Bon, dat helemaal terzijde. Het is bijna eind oktober 2022, komt dichterbij. En als je een kalender van 2022 wil, dan moet je snel zijn. Zo gaat het met kalenders. Je hebt van die kalenders met dieren of met auto's. Maar wat dacht je van een echte Ninofse kalender? Niels, goedemiddag. Goedemiddag, Robbe. Jij hebt het idee ook gehad, hè, van een echte Ninofse kalender maken. Hoe ben je op dat idee gekomen? Wel, ik ben een paar jaar stadsfotograaf geweest, maar ik neem ook heel veel foto's in mijn vrije tijd van Ninove en deelgemeente. En ik wil eigenlijk de foto's in zoveel mogelijk huishoudens binnenbrengen. Ik verkoop ook afdrukken, grote afdrukken, maar die zijn dan prijselijker. En een kalender is een gemakkelijke manier eigenlijk om je foto's bij iemand binnen te krijgen. Als je een kalender van Ninove maakt, dan denk ik dat je wel een echte trotse Ninoviter bent. Ja, ik vind het een zeer mooie stad met zeer mooie deelgemeenten, absoluut. Ja, je zei het zelf al, je bent fotograaf, je maakt dus heel veel foto's ook van Ninove. Hoe moeilijk was dat om er daar 12 uit te selecteren? Vrij moeilijk. Ik heb vooral de 12 foto's genomen dat ik zelf mooist vind. De foto's waar ik het trots op ben. En zo ben ik wel tevreden over het resultaat van de uiteindelijke kalender. Ja, welke 12 zijn het geworden? Wat staat er op die foto? Er is een foto bij waarop je de Dender en de Steenweg op hetzelfde moment ziet. Dus nog een deel auto's. En dan heel mooi dat contrast met de rustgevende Dender. Er zit een foto bij van de Aardeweg in Appeltern. De Kasseideweg, ook een hele mooie foto. Eentje van de eerste brug. Met zonsondergang, die ook heel mooi is. Dus. En dan nog wat andere. Ja, als fotograaf ken je waarschijnlijk de mooiste plekjes van Ninove. Wat is jouw favoriete plek hier? Er zijn er heel veel. Ik vind het Nijgenbos heel mooi. En ja, de kaai langs de Dender is wel een heel rustgevende plek. Ik woon zelf in Denderwindeke, daar is ook heel veel natuur. Ik ben wel altijd aangetrokken tot echt landschaps- en natuurfotografie. Dat vind ik ook wel heel leuk om te doen. Maar er zijn zeer veel mooie plekken in Ninove. Okay. Is het nu de bedoeling om ieder jaar zo'n kalender te maken of was het een eenmalig projectje? Wel, aangezien dat de kalender echt wel redelijk goed verkoopt, ben ik nu wel al bezig met na te denken om dat volgend jaar opnieuw te doen. Uiteraard met allemaal andere beelden. Geen herhaling van de beelden van dit jaar. En ik ben nu eigenlijk al aan het fotograferen voor wat herfstbeelden, binnenkort winterbeelden, die dan volgend jaar eventueel in de kalender kunnen verschijnen. Oké, als er zo'n mensen zijn die zo'n kalender willen met Ninofse foto's, waar kunnen zij terecht? Ja, je kan hem ten eerste online bestellen. Daar kan je veilig betalen via PayPal. Dat is op www.hemmerijks.com/jaarkalender. En voor de mensen die niet zo goed zijn met online te betalen, die mogen mij altijd een mailtje sturen op nielsninove@gmail.com. Oké, en we gaan alle info ook op onze website zetten. Super, dat is net iets makkelijker, radioninove.be. Niels, dankjewel en veel succes met de verkoop. Ja, bedankt, Robert. Voilà.